moet je vloggen? Ik weet het niet eens meer. Ik weet het gewoon echt niet meer. Hallo! Jongens, ik ben hier nu in Universal Studios Orlando. Ik ben op vakantie hier in Orlando. En hier is dus ook de Halloween Horror Night. Dus ik ga alle horror, alle engheid ga ik op camera filmen. En dat ga ik aan jullie laten zien. Ik durf gewoon niet nu te filmen, want er zoveel mensen zijn hier. Oké. Dus ga lekker mee, gezellig. Kom mee. Ja hoor. Zal ik eventjes de typische, noem je dat ook alweer? Toeristenattractie ding doen. Pretty. Ik sta dus nu in een zone. Overigens Rob Zombie. Rob Zombie is een filmmaker. Dus hier zal een zone komen vanavond. Ik ga nu het park rond en om 5 uur... moeten alle mensen weg uit het park. Dat betekent dat de mensen die dus zelf naar Friday Nights willen, Horror Nights, die moeten dan ergens gaan wachten. Er zijn er van die waiting spots, Stay and Scream heet dat dan. En dan moet je een uur wachten. En ik ben van plan om daar te gaan wachten. Dat is hier een soort van Simpsons land. En uiteindelijk kan je dus, als je dan daar blijft wachten, mag je al eerder in de 2 spookhuizen. En de meeste wachttijden voor die spookhuizen zijn echt ongeveer wel 1 uur tot 2 uur. Omdat het gewoon heel druk is. En je moet niet betalen voor dit. Oh my god, jongens. Dit is de bus van Harry Potter. I am quaking at the moment. Is het Diagon Alley? Hallo? Ja! Oh my god. Innerlijke kinderen zijn schreeuwen op dit moment hoor. Kan toch gewoon niet, man. Dat kan toch gewoon niet. Het is toch gewoon een draak op het dakje. Ik sta nu in een soort van zone. Ik zit in mijn bek vol met koekjes. Maar dit zal een zone zijn bij het allemaal een soort van enge vikingen en zo. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met de Pirates in Halloween Friday Night. Hier hebben we die camera neer hoor. Ik heb ondertussen... Wat een fontein. Oh. We komen nu bij de volgende zone. De volgende zone is Vanity Ball. En dit is een soort van mode-achtige horror mensen of zo. Die dan ervan gaan, volgens mij gaan vogen. En dat ziet er heel smakelijk uit. Lekker inzoomen op het hoofd van... Een soort of tricky. Ik heb nu echt de behoefte om zelfs een masker te pakken en ook in het park te gaan rondlopen. Maar ja, dat mag niet. Het zou wel echt cool zijn om een keer hier te werken. Maar ik weet dus niet of het beter is dan voor Halloween Friday. Want op zich is dat ook al best wel goed georganiseerd. The Horror Makeup Show. And now, how about a nice round of applause for the host of today's show, Alex Ross. Oeh! Tegen het moment dat ik dus moet wachten op de spookhuizen, want Frederik is er dus nog niet en Frederik komt om 7 uur, maar ik moet dus alleen een spookhuis in. En het is pretty damn scary. Dat is echt heel eng, want in Nederland vind ik het zelfs eng en ik werk er zelfs, dus dat is toch bizar. Ze moeten met eentje in een spookhuis, dus dat wordt een avontuur. Ik zit hier nu in een soort van familie badkamer. Om even een soort van nog een recap te geven wat er allemaal aan de hand is. Ik heb zo meteen dus keuze uit 2 spookhuizen. 4 trouwens. Ik kan naar links of naar rechts. En 1 spookhuis is over de diepzee. En een andere spookhuis is over de Dracula en allemaal andere dingen. En nog iets. Dus ik denk dat ik daar naartoe ga. Oh nee, mijn batterij is op. Wat kut. Oké, nou we gaan naar het eerste huis toe. Want alles is open nu op dit moment. En ik ga nu naar het huis met dus de Dracula's. What was the other house? The one with the monsters and... This way, she said. Graveyard monsters. Games. Yeah. Graveyard so. Games. And graveyard games. That's the other one. So now we're going. Ik ben echt bang. Ah! Ik was dus heel erg bang dat ik in mijn eentje hier naartoe moest. Maar ik mag dus met deze vrouw weer mee. We gaan dus nu in Universal Monsters. Oh, is nu nog niet open. En graveyard games. Geen idee wat het precies is. Maar we gaan een kijkje nemen. Universal Monsters. Ik had online al gezien dat het blijkbaar best wel een enge is. Ik ben blij dat ik met hem mee mag lopen, want anders had ik het echt niet aangedurfd. Oh my god. Ik weet niet of ik nog wel durf. Oh my
Did you like it? Yeah. We were like screaming real hard, right? Yes. So hard. Oh my god. So loud. Oh yeah. My god. Dit is geen zone, maar dit zijn gewoon rondlopende mensen. I can't. I just can't. I'm very, very jumpy. It's crazy. Ah, no! Shut up! Shut up! Oh no! De camera is nu leeg. Maar ik ga dus nu hierheen. Ik hoop dat het werkt. Het is de enige manier ook nog kan filmen. Maar. Depth of Fear, tweede huis. Frederik is er nog steeds niet. Ik kom pas over een uur. En ik denk dat ik echt vier huizen in mijn eentje moet doen. Dit is zo erg. Ze lachen me echt hard uit ook gewoon. Maar dit was een huis met onderwaterwereld of zo. Jezus Christus, ik ben het echt niet meer gewend. Ik ben nu soort van vanuit helemaal gewend. Dat ik gewoon niet meer weet hoe alles... I'm scared, guys. Oh my god. Frederik is nu in het park. Ik ga er dus nu opzoeken. Oh, maar ik moet door een scare zone heen. Godverdomme. In mijn eentje. Oké, even mentaal voorbereiden. Die twee mensen met wie ik was, Cheryl en Aaron, waren zo lief dat ik met haar mee mocht. Dat had ik echt niet overleefd. Oh, daar is ze! Ah! Wat een timing! En wie bent er? Ik heb je gevonden, ik was zo bang! Dat was echt heel eng, oké. Heb je het overleefd? Ja, eerst dacht ik, oh, dat is echt niet eng. En toen kwam er zo'n man echt achter me aan, toen dacht ik, oké, het is wel eng. Dit zijn dus de Vikings. Lekker Vikingland. Kijk daar, die gast. Oh, hi. Ja. Yeah. Kom, Freek! Oh. Nee! Nee, nee, nee! Nee! Ik haat het! Oh. Oh my god. I hate it. Deze guy is letterlijk gewoon, zegt dat ik bloed. Ik zeg oké, leuk. Bleeding. Dit is... Ik ook, ik bloed ook. Dit is de zone van Zombieland. Wat je hier dus ziet. Zombieland. En nu gaan we naar Us. Half uur wachten. Us. We moeten die kant op. We moeten naar daar. Oh, we hebben Us gezien, hè? We zijn samen naar Us. Oh ja, sorry. Spijt me. Maar wat wil je verwachten? Ja, nou, je hebt alles al gespoilerd. Het spul heel los. Niet helemaal, niet helemaal, maar... Nou, ik verwacht eigenlijk gewoon dingen te zien die ook in de film gebeuren. Gewoon dat het een beetje nagemaakt is. Maar ik vind het best wel eng, want we zijn er bijna in. We gaan er nu in. Kijk, daar is het. We moeten er daar in. Oh, wow, daar moeten we erin. Ik had echt heel veel filmpjes online gekeken. Nee, ik wil overal blijven staan. Ja, nee, maar je moet ook gewoon schrikken. Oh, ik moest ook even kijken. Jij ging even rennen in dat huis. Maar ik had dus filmpjes online gekeken waarvan ik dacht, oh, het is echt gewoon mooi. Maar wel echt veel geschrokken over. Ik heb mijn knie gestoten. Ik heb mijn hand gestoten. Echt veel geschrokken, maar echt super mooi gemaakt ook. Nu zeiden ze volgens mij ook dat ik stil moest staan, omdat ik volgens mij even die acteurs aanraakte. Ja, maar jij ging echt rennen. Ja, maar ik werd echt bang. Scare. We gaan naar Hillbilly Deluxe. Is dit een attractie? Rob Zombie, Hillbilly Deluxe heet het. En het is van een filmmaker die heet Rob Zombie. Dus we gaan nu een zon. Ken je niet? Jawel, het is de neef van mijn achterneef, zijn neef. Oh ja, die! Ja. Oh ja, tuurlijk! Oh wow. Oh my god.
Michelle. Ik ben hier toch helemaal niet voor gemaakt. Ben je niet voor gemaakt? Dag Fina Michelle. Ik snap hem niet. Wat? Ik snap de zon niet zo goed. Ik snap hem niet. Ik snap het thema niet, maar heel erg leuk. We hebben over het feit dat deze vrouw nog nooit een Harry Potter film gezien heeft. Is dit het? Dit is Harry Potter deel. Nou, dan gaan we hier. Nee, ik wil hier even in. Nou, misschien heb ik wel eens een Harry Potter film gezien, maar je vond het niet leuk. Jij maar vindt het niet leuk, toch? Kijk, hier heb je dan die muur. Welcome to Diagon Alley. Dit is dus een wereld die jij dus niet zo goed kent. Maar ken je het van iets of niet? Ja, het ziet er wel leuk uit. Leuk, hè? Leuk. En zit hier ook een attractie? Ja, dat. Gaan we daarin? Ja, prima. Oh my god, hij kijkt ook echt om. Wow, dat was echt een moment dat ze... En nu gaan we dus door de vikingen. Vikingen. Ik wil niet! Het is zoveel rood. Kom schat, hand vast. Ja, loop er langs! Lekker gillen! Oh, hier. Kom, laten we naar Vanity Ball gaan. Daar heb je van die mensen die een soort van... Gaan ekken de kikken de kikken. Oké. Okay. Oh, mode en voking en zo. Yes, work! We are ready for you to showcase the very finest fashion. Die handen! Dit zon is echt gek, man. Maar ik ga dus zo naar huis. We hebben nog 1 uurtje. Ik wil proberen om nog 1 keer naar nog 1 huis te pakken. Maar ik denk dat het niet meer zo gaat lukken. Maar het was wel echt sick. Deze huizen binnen zijn echt zo goed gemaakt. De zonnen zijn iets minder, wel heel mooi. Maar gewoon net iets minder dan in vergelijking met Fahrenheit. Maar de huizen, tering. Ik ga dus nu mijn allerlaatste spookhuis in. Dat is Graveyard Games. Deze muziek is zeg maar aan het vermoorden at the moment. Met allemaal geluiden van kinderen. En ik vind het een soort van, ik weet niet wat het is, maar... I am scared as fuck. We gaan het overleven, denk ik. Hoop ik. Oh my god. Deze was echt zo intens. Ik denk dat mijn favorieten op dit moment echt wel zijn Graveyard Games. Het begin met die griezels vond ik ook heel goed. En Us vond ik heel goed. En wat vond je ervan, Frederik? Jij vond het heel kut en heel eng, want ze is nog nooit aan zoiets geweest. Ik vond het gewoon kut. Dat die spookhuizen gewoon met echte mensen waren. Dus ja, de. Ja, diks de. Als ik naar de kermis ga, dan ga ik gewoon niet... Dus het zijn geen karretjes, schat. Het zijn gewoon allemaal poppen. Had je echt verwacht dat het allemaal poppen waren? Nee, maar wel ook. Nee, dat is heel geniaal.
Ik vond het echt sick. Ik ben van de 10 huizen ben ik er in 7 geweest. Volgens mij. In het begin had ik er echt gewoon 2 tegelijk bijna. Dat was echt, ja, tegelijk wel achter elkaar. Dat was echt top. Maar het was echt leuk. Heel erg genoten. Ik ben in de achtbaan geweest. De achtbaan geweest. Of eigenlijk genoten. En in vergelijking met Fridays is het wel veel mooier met de make-up met de huizen. Maar de zones zijn minder goed gedaan. Maar wel ondertussen heel vet. Maar goed, dankjewel voor het kijken. Aan u paraplu. Het was weer een leuke horror video weer. En tot de volgende keer. Doei!